We hebben ieder een dagboek. We weten alleen niet wat erin te schrijven. Gebeurt hier nooit iets op Longbourn. De dagen rijgen zich aan een als kralen aan het snoer van eindeloze verveling. Dat ons allen bindt totdat de man in ons leven komt. Onderwijl bereiden wij ons op hem voor met borduren, haken, schilderen, musiceren. Mary weer, o oorenterging. Ik vind deze situatie uitermate vernederend voor onze kunnen. Waarom kan er van een werkelijk gebeuren alleen maar sprake zijn in het bijzijn van een jonkman? Zijn wij zelf dan niets? Waarom moet het huwelijk ons enige en hoogste doel zijn? En waarom moeten al onze activiteiten erop zijn gericht het eens zo ver te laten komen? Omdat wij meisjes en vrouwen tekortschieten in trots. Ik zal niet huwen voordat de man mij vindt die mij zal achten als vrouw en als mens. Oh, komt hier nooit een eind aan! Zo straft tegenwoordig een dochter haar arme vader omdat ze nog steeds niet gehuwd is. Mary, kinderen, Jane, Elisabeth, Elisabeth. Wat is er, mama? Kind, waar is je vader? In zijn studeerkamer, mama. Groot nieuws, mijn kind. Kinderen, groot nieuws voor ons allemaal. En meneer Bennet. Mama, wat is er, mama? Wat is er, mama? Beste meneer Bennet, groot nieuws voor ons allemaal. Netherfield Park is eindelijk verhuurd. Och, is dat alles? Is dat alles? Maar ben je niet nieuwsgierig wie het gehuurd heeft? Jij brandt van verlangen om het te vertellen. En ik ben niet ongenegen om het te vernemen. Hij is jong, schatrijk en komt uit het noorden van Engeland. Ik heb het zo even van Lady Lucas gehoord. Hij heeft een inkomen van 5.000 of 6.000 pond sterling per jaar. Is hij getrouwd? Nee, jonkman uiteraard. Zou ik me voor een getrouwde man zo opwinden? Oh, ik heb dat ongenoegen wel eens mogen beleven. Nou, dan ben jij de enige. Voor een dag, voor een moeder van 4 dochters. Ze komen getrouwde mannen niet in vraag. En hoe is de naam van dit pronkstuk der Britse belastingbetaler? Bingley. Charles of James. Dat wil me niet te binnen schieten, maar in ieder geval Bingley. En hoe is het verband van deze vreemdeling in onze gewesten met jou, mij en eventueel onze dochter? Waarom breek je toch niet eens met de gewoonte je altijd zo vervelend aan te stellen? Het is toch een algemeen bekende waarheid dat een alleenstaande mama de groot vermogen vrouw nodig heeft? En zou je uit het noorden van Engeland alleen hier naartoe gereisd zijn om die te zoeken onder mijn dochters? Waarom niet? Nou, dan kan ik hem bij voorbaat geen geluk wensen, hè? Ze zijn onnozel en kinderachtig als alle meisjes.
Ja, die dergelijke, zulke had hij daar ginds ook kunnen vinden. En met minder kosten. Ah. Oh. Nee, raad, voor je eigen plezier en tot ons alles gaat. Geen meisje zo aanbiddelijk als onze Jean. En geen ander meisje met zo'n vrolijk vurig temperament als onze Lydia. Nou, dat hangt af van het oog dat ze beziet, hè? Nou, laten we er hopen dat de ogen van de heer Bingley nog maar half zijn opengegaan. Hoewel, ik moet zeggen dat mijn Lizzie nog zo'n slechte keus niet wil zijn. Lizzie is geen haar beter dan de andere. Niet beter, maar bij haar hebben we tenminste zout en peper niet vergeten. Jij trekt altijd Lizzie voor. Zoals gezegd, veel deugden om uit te stallen hebben ze geen van allen. Pas maar op dat de heer Bingley jou niet kiest. Als hij je dochters ziet. Het is onverwacht vleiend het zo te stellen, maar met 4 dochters denk ik niet meer aan mijn eigen schoonheid. Dat doet een vrouw alleen niet wanneer ze inderdaad voorbij is, die schoonheid van de leren. Bij jou weet ik altijd nog zeer in het oog springende facetten te ontdekken die mij vermogen te boeien. Zo, kom. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mary? 1, 2, 3. Spinet heeft voor vandaag genoeg kwellingen ondergaan. Hè? Laat het instrument nu met rust en zoek een andere, minder hartstochtelijke bezigheid. Mijn lieve, we moeten terstond maatregelen nemen. Huh? Maatregelen? Wat ja, voor maatregelen? Jij moet er ogenblikkelijk een bezoek brengen. Waar? Op Netherfield. En waarom ogenblikkelijk? Nou, natuurlijk, Lady Lucas staat al klaar om hem in te palmen, om de eerste te zijn. Ze heeft er Charlotte en Marie om onder dak te brengen. Nou, het spijt me. Hè. Wat? Nou, ik heb er geen enkel bezwaar tegen om een jonkman, welke dan ook, met een inkomen van 4.000 of 5.000 per jaar, in de gelegenheid te stellen dat mijn dochters de parade af te nemen. Maar ik ben niet van zins om daar zelf ook maar een been voor te verzetten. Je weigert te gaan? Bepaaldelijk, ja. Oh, waar moet de eerste stap in de wereld toch altijd door een man gedaan worden? Etiket. Maar er komt een andere tijd. Er komt een tijd dat we jullie in hak zullen zetten. Dat wij sterk zullen zijn en jullie zwak. Dan zal het een vader zorg zijn te zorgen dat zijn zonen geen oude jonge jonkmannen worden. We zullen meneer Bingley stellig op het aanstaande bal ontmoeten, mama. Natuurlijk. En Lady Lucas zal hem zeker aan ons willen voorstellen. Lady Lucas heeft zelf 2 dochters. Ik vertrouw haar niet meer dan mezelf. Schei uit met die geluiden, Mary. Zulke geluiden doen denk aan slechte verborgen breken in je gestel. Ik hoest niet van mijn plezier. Spaar mijn zenuwen! Wanneer hebben we het bal, Lizzie? Morgen over 14 dagen. Oh, hemeltje lief. Dan zal Lady Lucas er nog niet zijn. Die zal logeren. Die zal er niet zijn de avond voor het feest. Die kan jullie niet aan hem voorstellen omdat ze hem dan zelf al niet zou kennen. Maar dat zal dan een punt zijn in jouw voordeel. Mijn voordeel? Ja. Hoezo, papa? Omdat je het pronkjuweel dan aan haar kunt voorstellen. Ja, maar papa. Nou, kinderen, luister niet naar hem. Weer zo'n gril stoeien met woorden om onze verwarring te brengen. Oh, mijn zenuwen. Waar ze maar niet zo delicaat. Dan zou ik je een staaltje geven van je eigen wrange bedenksels. Schei alsjeblieft nu uit met die meneer Bingley. Ik wil nu niets meer over hem boer. Oh. Oh, dat is jammer. Waarom? Nou, dan had ik me vanochtend de moeite kunnen besparen om hem voor dag en dauw een bezoek te brengen. Bent u dan al bij hem geweest, papa? Dat was de kern van mijn betoog, ja. Maar het zal niet gemakkelijk zijn om ons nu aan zijn tegenbezoek te onttrekken, hè? Ik wist wel dat je dochters je keuken lief waren om ze zo'n kans te laten ontglippen. Welk een gezinshoofd! Welk een vader, kinderen! Welk een echtgenoot! Jean, was naar maan naar boven. Ja. Om je kleren eens naar te kijken. Ja, ja. En Lizzie en Lydia, jullie direct naar de modiste om handschoenen te halen. Linten en Gretz, veren! Veren! Kinderen, vlieg zo hard je kunt! Meneer Bennet! Mary, schei uit! Een vrijgezel trouwt om het thuis te krijgen, niet in een hospitaal. Meneer Bennet. Oh, je hebt me zo gelukkig gemaakt, meneer Bennet. Ja, ik wist wel dat jij jezelf niet kent. Jij bent veel beter dan je je voordoet. Nare grapjes, zo'n klein hartje. Nou, dan laten we nou direct decideren. Eens kijken, zijn oog valt natuurlijk op Jane. Ja, Jane is iets voor iedere man, dus waarom zou hij daarop een uitzondering maken? Dan een korte verloving, meteen de knoop doorhakken. Je moet elkaar niet te veel leren kennen voor het huwelijk, anders gaat het natuurlijk helemaal niet door. Eens kijken, en dan de bruiloft, hè?
Waar moeten we die? De bruil in Meryton kan niet. Meryton, het is heel mooi het platteland, maar in verband met de society gebeuren is helemaal niks. Geen publiciteit. Niet genoeg, niet waar, er is niets te doen. Londen, dat moet het worden. Londen, kinderen, dat is het, Londen. Nee. Dat is ja, papa. Stort je op het spinet en speel zo hard als je kunt. Ja, papa. En als je behoefte voelt om te hoesten, hoest dan zoveel en zo luid als je wilt. Dank u, papa. In Londen, ja. Londen. Ze zouden bij neef Gardner kunnen logeren. Nee, toch niet geschikt. Te armoedig, die buurt. Te goedkoop. Nee, dat kan niet. Bij neef Gardner kan niet. Maar waarom hebben we ook geen geld? Dat zouden we hebben als de bepalingen van jouw erfgoed niet zo miserabel waren. Zo tegen natuurlijk, dan hadden we geld. Niet waar? We zouden toch geld hebben? Dan hadden we toch veel meer gemoeten. Nou, in ieder geval wonen ze bedienden erop. Ja, ik denk dat ik dat lint neem, dat blauwe. Met of neem ik het rode. Die... Ah, Lizzie! Charlotte! Ook gij, Brutus. Zo. Stort jij je ook al in de kwikjes en strikjes om hem het hoofd op hol te brengen? Hem? Ah, doe maar niet zo onnozel. Je weet heel goed wie we bedoelen. Er is hier onder meisjes nauwelijks een ander onderwerp van conversatie denkbaar. Heb je al een oogje aan hem kunnen wagen, Charlotte? Om eerlijk te zijn, ja. Wat maar? Gisteren was de paard. Hoe zag hij eruit? Het was een bruine vos, een hengst, geloof ik. Hij zelf had een bruin jasje aan en een zwarte hoed op. Maar zoals dromme jongelui, dat zegt minder dan niets. Al wat een man aan heeft, interesseert me niet. Tenzij het een uniform betreft. Immers al het andere verbleek toch bij het rood en goud van 's konings wapenrokken. Kijk daar eens, daar heb je kapitein Danny. Vergeef me, Charlotte, maar ik moet even een woordje met hem wisselen. En nou geen onzin meer, Charlotte. Is hij jong, meneer Bingley? Precies de goede leeftijd voor ons allemaal. Oh. Is hij knap? Hoe kan het anders met een inkomen van 4000 pond per jaar? Wie wonen daar nog meer bij hem op Netherfield? Zijn zuster, Caroline Bingley. En zijn beste vriend, de heer Darcy. Toch niet nog een vrijgezel? Dat, daar blijft mama in. Dat houdt ze niet uit. Hij is vrijgezel en schatrijk. Twee jonge lieden, loslopend, met zoveel geld, zomaar voor het grijpen als het ware. Want dat is wat mama denkt. En de mijne, wat dat dan gaat, zijn alle moeders gelijk. Ze heeft wat een verlies aan gezicht als we ze teleurstellen. Maar ik heb nooit veel gezicht gehad, dus wat dat betreft niet veel te verliezen. Nou, je overdrijft schromelijk. Oh, Lizzie, Charlotte, wat een nieuws! De landweer komt naar Meryton. Twee vrijgezellen en een heel leger. Arme moeders. Kapitein Danny komt vanavond bij tante Philippe. Oh, ik hoop toch zo dat mama mij ook laat gaan. Maar je bent gisteravond ook al bij haar geweest. Ja, maar vanavond komt er een hele troep officieren. Oh, ik ga het in ieder geval aan mama vragen. Ja, maar... Zorg jij verder voor de inkopen. Dag! Lydia! Dag. Lydia! Dan kan ik weer op de strikjes en lintjes af. Mama is van plan om ons op te sieren als echte lokvogels. Als Bingley niet onverwerkt in één van onze netten valt, zal mama het hem nooit vergeven. Wat dat dan gaat, verstaan moeders geen scheids. Tot op het bal. Tot op het bal. Ik geloof werkelijk dat de kolonel uw dochter ten dans gaat vragen. Ja, ziet u wel?
Wat beminnelijk en hoffelijk toch van zo'n oude vader met 7 spruiten. Ik dacht al dat ze alle dansen moest uitstaan of uitzitten tussen zo'n lief meisje, dochter. Het tekort aan mannen is werkelijk teleurstellend. Uw arme Elisabeth heeft ook nog geen beentje van de vloer gehad. U had daar geen gele moeten laten dragen. Geel is goed voor jonge meisjes. Hoe oud is het schepseltje ook weer? 7 of 28? Ja, 27. Mijn Jean is 22. En ze is mijn oudste. Wat een beestje, vindt u niet? Kijk eens, meneer Bing, die kan geen oog van haar afhouden. Dit is al de tweede keer dat hij met haar danst. Dat zegt nog niets. Van de ander had hij al na 1 keer of geen keer voldoende. Het eerste gewin is kattengespin. Onzin. Meneer Bingley is zo'n charmante gast. Hij danst zo graag. Waarom dan zou hij niet op het aantrekkelijkste meisje van de hele zaal verliefd worden? Netherfield is een riant buiten. Meneer Bingley heeft het alleen maar gehuurd. Wat hem niet beletten zal het ook nog eens te kopen. Het is 3 kilometer van ons af. Het zou heel fijn gevoelig van hem zijn. Misschien gaat hij de volgende maand al weg. Hij is alleen de huurder van de heerlijkheid. Onzin, onzin. Meneer Bingley is dol op Netherfield en op mijn dochter. Ach, lieveling Lucas, ik hoop toch zo dat u nog eens het geluk zult smaken dat ik nu ken. Dat is iets van een moeder, haar dochter zo onderdak te weten. Trouwens, uw dochter komt ook wel een kruimpje toe. Ik begrijp niet dat de mensen haar zo alledaags vinden. Maar ja, ik heb nu eenmaal een zwak voor haar. U zult me toch niet het genoegen ontzeggen straks weer met u te dansen? Uw edele is zeer vriendelijk. De dans naar de volgende? Ga er nou, als u dat wilt. Alsjeblieft. Dank u. U vleit me. Tot over een kort ogenblik dan. Kan hij je wel bekoren? Oh ja. Hij heeft alles wat een jonkman moet hebben. Hij is vrolijk, verstandig, wellevend. Oh, en Lizzie, hij heeft me voor een tweede dans gevraagd. Dat is een eer die ik helemaal niet had verwacht. Merkwaardig. Je bent verreweg het aantrekkelijkste meisje van de balzaal. Wat had je dan verwacht? Oh, ik weet het niet. Daar hoef je hem heus niet zo dankbaar voor te zijn. Altijd maar met het mooiste dansen wil ieder van die heren wel. Dat zegt nog niets over hun wellevendheid. Oh, Lizzie, doe nou. En natuurlijk ben je ook dol op zijn zuster. Zo is het altijd met jou. Jij denkt, jij ziet alleen maar het goede in iedereen. Maar juffrouw Bingley is heel aardig om mee te praten. Ik weet zeker dat wij een bijzonder charmante buurdame aan haar zullen hebben. Oh, ik heb het al gezien. Jij bent vastbesloten, meneer Bingley, en alles wat hem aankleeft smetteloos te vinden. Contredanse, Louise. Daar komt weer een jonkman voor je. Ga maar. Dans en denk niet. Wat sta je daar eenzaam en verlaten? Dit is een dansfeest. Je weet toch dat ik niet van dansen hou? Altijd? Altijd. Ik zie niet in waarom ik nu een uitzondering zou maken. Je zusje is al gevraagd. En van de rest van het vrouwelijk schoon zie ik alleen maar enige duffe lopen. Ik zou me niet in moeten denken dat ik een van die kneusjes in mijn armen zou nemen. Al was het alleen maar om een dans. Bij mijn leven, als ik zoveel eisend was als jij, wat had ik dan ook een treurig bestaantje. Een dergelijke kieskeurigheid maakt van ieder maal reeds een galgenmaal. Pas op maar dat je niet hangt, voordat je bedoeling is. Ik moet bekennen dat ik nog nooit zoveel bekoorlijke jonge joffers bij elkaar heb gezien. Ik ben volslagen met je oneens. Het enige wat een beetje ongewoon is aan die gezichtjes is dat ze totaal onbenullig zijn. Ja, het enige gezichtje wat werkelijk de moeite waard is, dat heb jij in je borst gehad zo even. Mejuffrouw Jane Bennet? Ja. Zeg, ze heeft een zuster, mejuffrouw Elisabeth Bennet, die naar mijn mening ook niet te versmaden is. Laat mij eens haar aan jou voorstellen. Elisabeth Bennet, is dat
Dat bij de handje. Mm-hmm. Rank en soepel als een wilgend hak. Mm-hmm. Ja, niet onaardig, maar toch niet aardig genoeg om mij van gedachten te doen veranderen. Trouwens, wat is er voor een aardigheid aan om je uit te sloven voor een meisje wat zo kennelijk door iedereen veronachtzaamd wordt? Ach, doe mij een plezier en dans eens een keer met haar. Zij zal het een enorme eer vinden en jij zult ontdekken dat ze verrukkelijk danst. Elke wilde kan verrukkelijk dansen, daarna eten ze elkaar nog op ook, ja. Nou kan de verdienste daarvan niet inzien. Contredans, les trompeurs! Kijk, waarom dans je niet met Jane dan? Nou, mij verspreekt toch je tijd. Maar je moet oppassen, want anders gaan die vriendelijke lachjes toch in rook op voordat je het weet. Wist ik maar zeker dat het voor mij bestemd was. Niet onaardig, maar net niet aardig genoeg om hem van gedachten te doen veranderen. Dat weet ik dus. Oh, waarom bestaat er hier in Engeland niet de guillotine? Men zegt dat hij een riant buitenbezit in Derbyshire en een inkomen van 10.000 pond per jaar. De kwast. Heeft hij er ooit zelf voor gewerkt? Wat voor verdienst is het om alleen maar te erven? Welke windbuil. Dat is geen trots, het is enkel verwaandheid. Ik moet toegeven dat er tussen hem en zijn beste vriend, de heer Bingley, een verschil bestaat als tussen dag en nacht. Inderdaad. Kijk hoe hij danst met onze Jane, meneer Bingley. Hoe beminnelijk en ontspannen. Het is ontegenzeggelijk een knap paar. Jane is vriendelijk tegen iedereen en dat kan heel gevaarlijk zijn. Hoezo? Natuurlijk. Iemand die tegenover iedereen zo lief en vriendelijk is als Jane. Laat moeilijk raden wanneer het juist die ene uitverkorene betreft. Oh, meneer Bingley, dat moet u ook eens aan Lizzie vertellen. Meneer Bingley, dit is mijn zuster Elisabeth. Meneer Bingley is van plan een bal te geven op Netherfield. Inderdaad, ja. Ik heb mij zo geweldig vermaakt dat ik snak naar een herhaling. Dat meen je toch niet, Charles? Zeker wel. Kent u mijn zuster? Ja, we zijn al aan elkaar voorgesteld. Charles, wil je dan denken dat voor sommigen van ons zo'n partijtje nog eerder een straf zal zijn dan een feest? Meneer Bingley, tegen die tijd komt de landweer ook. Zult u ze niet vergeten? Stellig niet. En vanzelfsprekend verwacht ik alle mejoffers Bennet om mijn feestje op te luisteren. Oh. Vergeef mij. En deze dans is reeds besproken. En ik ga kapitein Danny af. Weet je, Lizzie, dat ik nog geen dans heb overgeslagen? Dat is meer dan jij kan zeggen. Oh, daar is hij al. Juffrouw Bennet, zou u zo vriendelijk willen zijn mij de eer aan te doen? Dank u, meneer Darcy. Dat is heel vriendelijk van u. Maar ik stond hier echt niet op een danspartner te wachten. Als u het mij toestaat. Ik weet wat je nu denkt. Dacht je? Je denkt aan het domme, het smakeloos, de onverdraaglijke burgerlijkheid van zulke gezelschap. Mis. Mis? Helemaal mis. Ik dacht aan de onuitsprekelijke vreugde die een paar mooie ogen in een fijn besneden meisjeskopje een man kan verschaffen. Zeg eens gauw, wanneer zal de bruiloft plaatsvinden? Ja, ja. Dat is een typische opmerking voor jou. De vrouwelijke logica kan heel ver gaan. Hè? Eerst de genegenheid en dan van de genegenheid naar liefde en van liefde zonder enige overgang naar de huwelijkstaat. Maar ik weet zeker dat jij de eerste zult zijn om mij te gelukkig te wensen. Oh nee, kapitein Danny, niet meer. Ach, ik kom één glas. Nee, alstublieft. Het valt niet te ontkennen dat ik al aardig wat op heb. Een fijne familie krijg je. Laat zich nooit en nergens over het hoofd zien. Mijn lief is dol op militairen, schat. Maar ik kan het me zo voorstellen dat ik ook toen ik jong was. Oh, die dat goud en dat rood van uw uniformen. Gaf een steek in mijn hart. Ik zou er best in een schoonzoon willen hebben. Eén met een 7.000 of 8.000 pond per jaar in een zak. En een mooi ros onder zich. Daar zou ik geen nee op zeggen. Een enige schoonmoeder. En geloof maar dat je een ogenblik zonder haar zult zijn op je erfgoed. Ik hoop dat Pemberley in haar smaak zal vallen.
je dus. En zo denk je dat je je helemaal niet interesseert voor de uitslag van het bal. Zo onverschillig doe je. Ja, en vannacht was er meer dan de kracht van mijn stem voor nodig om je te wekken. Ja, vanochtend sliep jij vast, maar ik heb je dan ook gewoon laten slapen. Ja. En hoe was het bal? Oeh, hartveroverend geslaagd. Meneer Bingley was weg van onze Jane. Hij heeft wel 3 keer met haar gedanst, ja. De andere liet hij gewoon na 1 dans al afdruipen. De eerste dans was met Buffer King, de tweede met onze Jane. De derde met Charlotte Lucas, het schaap. Ja, ja, spaar me de rest, lieveling, spaar me de rest. Dan had ik zelf wel naar het bal toe kunnen gaan. Die dreigt bijkans even vermoeiend te worden. Ik zag al niets meer. Nee, dat is nou van het zwijgen weer te veel. Ik ben werkelijk zeer benieuwd om te horen welke van onze dochters je al hebt kunnen slijten. Toch niet Jane alleen. Dat waren een te schrale oogst voor een hele nacht van vallen en strikken zetten. Of was het wild zo rap en snel dat zelfs jij tekort schoot? Als ik de azijn in je opmerking zoals gewoonlijk voor me voorbij laat gaan, dan kan ik je zeggen dat er nog een jong mens was. Zeker meneer Darcy. Op het oog een goede partij, maar bij nader inzien de vlek op het feest. Stel je voor, hij zei dat hij onze Lizzie te lelijk vond om mee te dansen. Wat valt er te lachen? Omdat ik van harte met hem van mening verschil. Mijn Lizzie is werkelijk ons kostelijkste pand. Hè? Vandaar dat die opmerking van hem mij te denken geeft. Als hij Lizzie maar meer zou kunnen zien, dan zou hij anders gaan praten. Wanneer denk je dat wij meneer Darcy een uitnodiging voor een diner kunnen sturen? Aardig van Caroline Bingley om me deze uitnodiging te sturen. Wat denk je? Zou mama het goed vinden dat ik ga? Ze zou het je nooit vergeven als je niet ging. Stel je voor, een hele avond samen met meneer Bingley. Meneer Bingley. Mama zou het gewoon een misdaad vinden als je zo'n kans voorbij liet gaan. Nou, en als hij dan nog niet het over zijn oren verliefd op je wordt, dan wordt hij het nooit. Oh, Lizzie, alsjeblieft. Zo, zou je er bezwaar tegen hebben? Natuurlijk niet. Wat dacht je, zo'n man, zo aardig en net. En erbij zo intelligent en welgemanierd. En zo knap van uiterlijk. Doe me niet net of je dat niet schelen kan. Nou ja, dat zijn jullie allebei. Hij had niet beter kunnen kiezen. En het eerste wat je morgenochtend doet, dat is naar mama gaan met die brief. Ik wed dat hij nu al haar hersens afpijnigt om een middel te vinden jullie in elkaars armen te drijven. Lydia, zeg aan papa dat het eerste ontbijt gereed staat. Ja, mama. Papa wil graag zijn eerste kopje thee hiernaast hebben. Goedemorgen, mama. Goedemorgen, mama. Goedemorgen. Wat heb je daar? Een brief van Netherfield, mama. Wat zat erin? Caroline Bingley vraagt of ik daar mag komen dineren. Mooi. Oh, dus ik mag gaan. Al zou ik je daar naartoe moeten ransen. Oh. Laat dat beet dadelijk naar boven. Japon uitzoeken die precies in de roos is. Ik zal je wel helpen. En dan zal ik meteen de bediende vragen of die het rijtuig voor wil laten komen. Om 6 uur. Een rijtuig waarop? Nou, voor Jane natuurlijk. Jane gaat te paard. In dit weer? Het regent pijpenstelen. Het is bitter koud. Zo, juist. Je zult zo koud en verkleumd op Netherfield aankomen dat alleen een onmens het over zijn hart zal kunnen verkrijgen je naar huis te sturen. Jij logeert vannacht op Netherfield, mijn dochter. Mary, gaan Simmons zeggen dat hij nog meer thee brengt. Ja, mama. Ga juist met dat hoefte. Jij hoeft er toch in dit weer niet op uit? Nee, mama. Ik zou ook niet gaan.
Met onwillige honden is het slecht hazen vangen. Mijn lief kind, wat gelukkig dat jij anders bent. Lieve mooie dochter, laat mij maar begaan. Ik zal zorgen dat jouw schoonheid niet voor de zwijnen gegooid wordt. Ik spreek met je vader. Nee, mama. Nee, mama. Alsjeblieft, mama. Oh, mama. Lieve schat, trek het je toch niet zo aan. Mama bedoelt het immers goed. Ja, maar ze weet niet wat ze ons aandoet. Zo is ze nou eenmaal. Oh. En zij niet alleen. Alle moeders. Wat dat betreft is de concurrentie groot. Ik wil hem zo graag weer zien, Lizzie. Maar hoe dan ook, als het even kan, kom ik vannacht thuis. Stel je voor dat ik de nacht op Netherfield zou doorbrengen. Hoe is het met haar? Een beetje koortsig leek me. Allicht, na zo'n onderneming van gisteravond. Te paard. Hoe had het in haar hoofd? Misschien houden Bennet ze geen rijtuig op, na? Zeg, is de dokter gewaarschuwd? Ja, natuurlijk. Dat had je me toch gevraagd? Hij zal wel dadelijk hier zijn. Ja. O, zeg, en dat briefje aan haar ouders, is dat al bezorgd? Mijn beste Charles, alles wat je me gevraagd hebt te doen, is gedaan. Je kunt er zeker van zijn dat een invasie van Bennet niet lang meer op zich zal laten wachten. Juffrouw Elisabeth Bennet. Wat heb ik jullie gezegd? Mijn lieve mevrouw Elisabeth. Meneer Bingley, mag ik u hartelijk danken voor de snelheid waarmee u mij bericht heeft gestuurd. Vergeeft u mij mijn uiterlijk. Ik ben meteen op stap gegaan om Jane te bezoeken. Wilt u daarmee zeggen dat u helemaal bent komen lopen? In dit weer over al die modderpaden? Ja, dat ziet er wel naar uit. Mijn vader kon de paarden niet missen in verband met het werk op de boerderij. Hoe is het nou met Jane? Ze moet de kamer houden. De dokter kan niet ogenblik komen. Ze heeft koorts. Ellendig. Zou ik nu misschien meteen naar haar toe mogen gaan? Vanzelfsprekend. Ik zal u even haar kamer wijzen. Dank u. Het arme ding boven is inderdaad een liefje. Maar die zuster van is bepaald onmogelijk. Vind je? Haar manieren duiden op een overmaat aan trots en brutaliteit. En voor de rest heeft ze alleen maar gebrek aan conversatie, stijl, smaak en schoonheid. En dan dat haar. Oh, gewoon barbaars. Ik vond juist dat ze er bijzonder charmant uitzag. Charmant? Na 3 of 4 kilometer over zere weeg rondgezworven hebben als een landloper. Dat getuigt in ieder geval van een grote liefde voor haar zieke zuster. Zo, de dokter is gekomen. Hij is nu bij haar. Hij zei me dat het bezoek van mevrouw Elisabeth haar genezingstelling zal bevorderen. Ik zal hem maar vragen te blijven. Hier in huis? Mevrouw Elisabeth? Ja. Ik neem aan dat je er ook geen enkel bezwaar tegen zult hebben wanneer de ganse sibbe daar Bennets over ons komt. Ik geloof, mijn beste Charles, dat je me het beste aan doet om je toekomst maar helemaal voor te stellen te midden van dat enige gezin. Ma Bennet voorop. Ik hoor de stem al. Mijn lieve meneer Bingley. Bingley, het komt werkelijk niet te pas dat we nog langer van uw gastvrijheid genieten, maar de dokter heeft eenmaal gezegd dat Jean niet voor morgen thuis mag komen. Morgen? Oh, dat lijkt me naar mijn mening nog een klein beetje te vroeg. Maar als het dan inderdaad zover hersteld is, dan zal ik haar zelf bij u brengen, veilig en wel. Wanneer geeft u uw feest, meneer Bingley? Zo gauw mogelijk, maar niet voordat uw zuster helemaal hersteld is. Oh, dat komt er goed uit, want tegen die tijd zal kapitein Danny weer een Merritton zijn. En dan zal ik erop staan dat hij ook een feest geeft. Oh, ik dacht een ogenblik dat ik uw rijtuig hoorde vertrekken, mevrouw Bennet. Het is waar, het begint al aardig donker te worden. Kom maar mee, Lydia. Oh, wat een prachtige kamer hebt u hier, meneer Bingley. En wat een schitterend uitzicht door die ramen. Geen eigendom in de buurtschap is zo mooi als Netherfield. Ik ben helaas maar de huurder, mevrouw. Oh, nou, maar dat kan me niet beletten daar veranderingen te brengen, nietwaar? Inderdaad, inderdaad. En ik moet zeggen dat Netherfield mij op het ogenblik heel erg bevalt. Maar ik ken mijn eigen aard. Die voorkeur kan van de ene dag op de andere weer veranderen. Oh, u zult zich hier nooit eenzaam voelen, meneer Bingley. Er zijn minstens 24 families in de buurtschap die dolgraag bij u op de thee zullen komen. Zo. Goedendag, meneer Darcy. Wij hopen gauw te horen wanneer u bij ons komt komen om met ons het maal te delen. Nou, misschien als ik Jane weer terugbreng in de schoot van een familie. Oh. Arme Jane. Zonder die onmogelijke familie van haar zou haar kans op een goed huwelijk veel beter staan. Stel.
Eén oom schijnt procureur te zijn. En een ander heeft een huis in Cheapside, waar de huizen inderdaad erg goedkoop zijn. Wist jij, Charles, dat de Bennets een oom hebben die in Cheapside woont? Nee, en het kan me niet schelen ook. Het maakt geen haar meer, zijn aardig en hartelijk en zijn voortreffelijke mensen. Ach, mijn lieve mevrouw Elisabeth. Hoe is het met Jane? Wat kan ik voor u doen? Ze is van plan even naar beneden te komen. Mag ik misschien uw boeken even doorkijken? Ik zou graag haar iets lezen. Ach, maar natuurlijk. Gaat uw gang. Wat een prachtige bibliotheek hebben jullie toch op Pemberley. Ik houd Charles altijd voor dat als hij zich voorgoed gaat vestigen, hij dit moet doen in Derbyshire. Geen mooier graafschap in heel Engeland. Dank je wel. Schrijf jij aan je zuster? Doet althans een poging toe. Ik mis haar erg, Georgiana. Schrijf me dat, wil je? Goed. Wat schrijf jij toch snel? En hoe speel je het klaar om toch zo mooi regelmatig te schrijven? Gaat vanzelf. Helemaal vanzelf. Wat ik je verzoeken mag. Schrijf alsjeblieft aan je zuster dat ik verrukt ben over de laatste ontwerp voor een borduurpatroon voor een tafelkleed. Dat met die bloemen en die vogels. Werkelijk beeldig. Vind je het goed dat ik deze extatische invoegsels bewaar voor een andere keer? Want op mijn papier is weinig ruimte en dan zou ze niet tot hun recht komen. Mevrouw Jane Bennett. Mijn lieve mevrouw Jane. Wat een gelukzaligheid u weer te zien. Voelt u zich werkelijk goed genoeg voor dit ondernemen? Ik blijf maar heel even en ik voel me werkelijk veel beter, dank u. Oh, kom, gauw bij de haard. Zo. Kussentje. Oh. En een voetenbankje. Zo, laat mij u maar eens lekker verwennen. Ik ben blij dat u zo snel opgeknapt bent, juffrouw Jane. Dank u. Ja, wij waren net bezig een paar boeken voor u uit te zoeken, maar er is hier helaas niet zo erg veel bij. Ik zal eventjes naar de bibliotheek gaan, hè, om te kijken of daar iets voor u bij is. Oh, daar zie je. Ga met me mee, dan kun je me helpen dragen. Kijk eens, Jane. Dit zijn nu tekeningen die de jongere zuster van meneer Darcy gemaakt heeft. Speelig, hè? Ja, bijzonder. Ja. En dit is, kijk... Dit is een schets van Pemberley, meneer Darcy's erfgoed. Oh. IJselijk mooi. Volmaakt omlijsting voor de heer Darcy, dunkt me. Mevrouw Darcy lijkt mij een meisje van grote gaven. Oh, die heeft ze zeker. Buitengewoon. Charles lag dan ook meteen op zijn knieën voor haar van bewondering. Kent hij al lang? Sinds 10 jaar. Ze hebben elkaar in Londen ontmoet. Dus nog niet zo lang? Nee, maar de indruk die ze op hem maakte was dan ook des te heviger. Juist. En natuurlijk is ze erg knap. Oh, beeldschoon. Een beeldschoon meisje dat beeldige schetsen maakt op een beeldig landgoed. We hebben daar nu wel een beeld van gekregen. In ieder geval weten jullie het nu. Wanneer Charles plotseling naar Londen mocht vertrekken, dan is Georgiana Darcy de dringende reden. Ik heb een miniatuurtje van haar. Misschien willen jullie dat eens bekijken. Doe voor mij geen moeite. Ik zou haar gezichtje graag eens willen zien. Dan zal ik het halen. Vergeef me een ogenblik. Pas goed op voor de tocht, Jane. Je ziet er nog maar heel smalletjes uit. Lizzie! Lizzie, heb je gehoord wat ze zei? Ze wil niet dat de broeder met mij trouwt. Laat je toch niet zo van streek maken. Hij houdt van je en nou wil zij er alleen van doordringen dat hij dat niet doet. Dat is toch duidelijk? Oh, ik weet het niet zo zeker, Lizzie. Ach, zijn liefde straalt van hem af. Als mejuffrouw Caroline Bingley ook maar één partikel van al die vapeurs bij meneer Darcy had kunnen opwekken, zou ze nu al haar huwelijksuitzet in orde hebben gemaakt. De enige die jij tegen je hebt zijn Caroline en onze eigen familie. We zijn niet rijk en van lagere stand. Maar als hij je ten huwelijk vraagt, wat zeg je dan? Ja? Dat wou ik alleen maar van je weten. Ach, mijn lieve mejuffrouw Jane. Darcy en ik zijn het erover eens dat wij niet de juiste mensen zijn om boeken uit te zoeken voor dames. Zou je zo vriendelijk willen zijn om zelf eventjes te gaan kijken? Het is heerlijk warm in de bibliotheek en zoekt er beslist geen kalfatten. Mag ik de eer hebben u te begeleiden? Oh, dank u. Oh, Darcy. Ik laat van jou het genoegen om mejuffrouw Elisabeth aangenaam bezig te houden. Alsjeblieft, meneer Darcy. Maakt u uw brief af. Ik houd mezelf wel aangenaam bezig. Mijn brief heeft geen haast, juffrouw Elisabeth.
Is het waar dat u zich bij voorkeur bezighoudt met het ontleden van karakters van anderen? Wie heeft u dat verteld? Oh, een kleine gemeenschap als deze blijft zelden iets verborgen. Dus het is waar. Ja, inderdaad. Zo. En heeft u zich enig idee kunnen vormen over mijn karakter? Op het bal dacht ik een indruk van uw persoonlijkheid te hebben gekregen, ja. Oh. En mag ik u vragen welke deze indruk is? Men zegt dat u trots bent. Dat kan ik niet ontkennen. Wie eenmaal mijn afkeer heeft gewekt, kan er mijn ogen nooit meer goed doen. En uw ogen worden nimmer, zo neem ik aan, verblind door één vooroordeel? Dat hoop ik althans niet. Ik moet u bekennen dat ik vrij weinig vergevingsgezindheid ken. Beschouw ik iemand als een zwart schaap, dan zie ik hem nooit meer verbleken. Dat is inderdaad een eigenschap die kwalijk is. Zo te vertrouwen op het eerste gezicht. Ik vraag mij af. Wat? Doet er niet toe. U vraagt zich af hoe ik werkelijk ben. Nee, want het heeft maar weinig zin mij daar nu nog in te verdiepen. We zullen spoedig uit elkaar gaan. En het is niet waarschijnlijk dat we elkaar dan ooit weer zullen ontmoeten. Daarom, laat ons inmiddels maar het beste van elkaar denken.